Mijn gast is deze keer Hans Dorrestein. En Hans is al sinds de jaren 70 actief als cabaretier. Je krijgt op een gegeven moment een soort oeuvreprijs als je nooit een hit gemaakt hebt. Dat gebeurt gewoon uit medelijden. Hans treedt dus al decennia lang op, maar hij schrijft ook boeken en gedichten. Hij schreef veel voor radio en tv en ook voor andere cabaretiers. In Hans' werk gaat het vaak over ongeluk en mislukkingen. En het zal je daarom misschien niet verbazen dat deze podcast over mislukkingen op het podium bestaat uit twee delen, waarvan dit het eerste deel is. Voordat we beginnen, vergeet niet te abonneren. Klik ook even op die bel, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. En geef even een duimpje omhoog of laat hieronder in de comments weten wat je van deze aflevering vindt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Hans Dorrestein. Ja, nee, we moeten gewoon maar een beetje lullen. Als jij ook met voorbeelden komt, dan herinner ik misschien ook wat meer dingen. Ja. Jij treedt ook op, heb ik ja, het gevoel. Ja, klopt. De reden waarom ik met de podcast begonnen ben, en bijvoorbeeld ook waar de naam vandaan komt, Elektra. Toen ik begon in 2010, had je comedyavonden in een jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Ach. En dat was berucht onder beginners of onder collega's. Je kon weggewoond worden of zo. Als ze door hadden dat je aan het spelen was, dan zou dat kunnen. Maar er was niet zoveel te doen in Sliedrecht. Dus iedereen kwam daarheen, ongeacht eigenlijk wat er te doen was. Dus ja. Iedereen zat daar gewoon te roken en te kletsen. En het stond altijd blauw van de rook. En als je erheen moest, zei de collega's ook, nee, Elektra. Nou, succes, sterkte. Ja. Pieter Derks sprak ik. Die vertelde dat hij ooit de laatste try-out had gedaan voor zijn allereerste première, van zijn eerste programma. Ja. En die heeft het toen gewoon met een half uur ingekort. En is toen maar weggegaan omdat het echt niet te doen was. Nee, er zijn gelegenheden waarbij niemand de poot aan de grond krijgt, hoor. Nee, absoluut. En het zijn dat soort verhalen die ik zelf heel erg leuk vind. Ja. Ik nam vorig jaar op met Claudia de Breij. Die zei al, heb je Hans Dorrestein al een keer gehad? Want daar heb ik een hele middag een keer in de foyer bij Carré over dit soort shows mee zitten praten. Oh ja, was dat in Carré? En Johan Goossens, die sprak ik. En die zei toen ook al zo, je moet Hans een keer vragen, want die heeft geweldige verhalen. En je hebt natuurlijk een carrière opgebouwd. Ik heb natuurlijk op basis van Kommer in Kwel. Ja, zeker. En een lange tijd. Ik bedoel, het is niet zomaar even een maandje ellende geweest, maar echt 20 jaar... met af en toe iets leuks. maar ik ben er ook 3 keer mee opgehouden. Echt waar? Oh, dat 3 keer. Dan weer naar zo'n verschrikkelijk optreden. Dat ik dacht, nou, ik doe het niet meer. Ik verdom het verder. Maar wat gebeurt er dan? Na een paar weken, ik werk altijd hard. Yes. Had ik weer een heleboel nieuwe liederen. En dan verdomd, een jaar later ging ik toch weer doen. En zo ben ik steeds weer teruggekomen. Toen al, eigenlijk. Maar heb je dan een idee wat het is dat je dan toch na een jaar denkt, ik ga het toch weer doen, terwijl je eerst denkt, ik hou er ook mee op ook. Ja, dat valt wel uit te leggen. Je kan alleen maar bij het publiek meten of je nummer echt goed is. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan wel op papier kan het er goed uitzien. Soms werkt het niet, maar met een zaal erbij. Ja, en bovendien, ja. Kijk, moet je horen, ik heb 60%, 70%, dat waren ongelukkige optredens. Maar die paar keer dat het echt goed ging, want er gebeurde ook. En dan reageerden ze precies zoals je hoopte. En dan wist je, ik ben een goede cabaretier. Ja. Ik ben niet een echte kleine, snap je? Ik ben geen mislukkeling. Ja. Dus dat was het wel. Alleen ja, waar hoe ik van. Maar ja, dat zou jij zelf ook wel weten. Zalen kunnen ongelooflijk stil zijn. Dat je dus dat het zweetje uitbreekt. En dat je denkt, mijn god. En nou ben ik eigenlijk ook nog voor mijn doen. Ik ben een laffe, angstige man. Bijna tot op het heroïsche af ben ik bang voor alles. Maar ik heb het wel meegemaakt dat de zaal een anderhalf uur stil bleef. En dat er mensen uit het publiek na afloop tegen me zeiden van, we hebben ons kapot gelachen. Oh ja. En dan zei ik van, had het laten merken. Ja, had even iets laten weten inderdaad.
En weet je nog een van de... Want je bent in begin jaren 70 begonnen met optreden. Ja. Goed, hè? Ja. Weet je nog een van de allereerste hele stille zalen? Ja. Maar toen had ik mijn... Ja. Een van de allereerste... Ja, dat was in Wageningen, notabene. En daar woonde ik. Ja. Daar had ik ook les gegeven. Op een middelbare school. En toen had ik mijn eerste programma Bofkont. En op een of andere manier liep ik meneer Duiverman tegen het lijf. Dat was de directeur toen. En die wilde mij in de Junushof hebben. Een zaal van waar de 600 in konden of zo. Ja, het theater in Wageningen. Ja. Ja. Konden er 600 in. En toen zei ik... Man, dat krijg je nooit vol. Dat krijg ik echt niet vol. En hij zei, Hans, je bent hier hartstikke bekend. Enzovoort, je staat steeds in de krant. Nee hoor. Nou, jongen, die zaal, daar was niet eens de eerste rij van vol. Dus toen hebben we als oplossing verzonnen... dat ik op, aan de vleugel en dat op het podium... en dat publiek ook op het podium kwam, om de piano heen. Klein gezelschap. Oh, maar dan waren er ook echt hooguit 40, 50 man. Nee, we hadden wat niet overdrijven. Dat waren er overigens 15. en daarbij zaten ook mijn schoonouders tussen. Kun je die wanhoop voorstellen? Want ik wist, hier kreeg ik geen poot aan de grond. En nou, en wat ook heel erg was. Ja, dan wordt er wel gelachen, maar zoals op familiefeestjes. Dat telt gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment... Ik had een lied gezongen. Dan leg ik het blad waar ik volgende lied wilde ik zingen. En toen had ik die tekst beneden laten liggen in de catacombes. Dus ik heb het programma ook nog moeten onderbreken om die tekst te halen. Mijn schoonouders nooit meer terug geweest. Net nooit meer. Daarna heb ik echt behoorlijke successen gehad. Die je niet kan voorstellen na dit verhaal. Maar mijn schoonouders zijn nooit meer geweest. Oh, wat een verschrikking. Maar ook met 15 mensen in zo'n... Kijk, 15 mensen in een klein zaaltje. Daar kan je nog een leuke sfeer mee maken. Maar ja, in zo'n grote bak. Oh, op het podium. Ja, het is een brevet van mislukking. Echt waar. Dus ja, dat vergeet ik ook nooit. Nee. Want wat voor plekken speelde je überhaupt dan... De eerste jaren? De eerste jaren, want ja. Dan sta je natuurlijk nog niet in... Nee, dus ik ben pas... Het waren voornamelijk literaire cafés, kleine zaaltjes enzovoort, enzovoort. Daar stond ik dan. Nou ja, kijk, het betaalt hartstikke goed. Dus als je ook al heb je niet zoveel publiek en je treedt 3 keer op per week... Nou, dan heb je al een maandsalaris eigenlijk voor mijn doen. Ja. Hè? Dus daardoor kon ik het wel volhouden. Financieel ging het wel. Maar vooral het gebrek aan respons. Je wordt er af en toe wanhopen van. Ja, en zeker als je zegt 60-70%... Van het aantal optredens. Maar het beeld wat zich zo gevormd heeft... dat zoveel optredens stil waren? Of was het echt zo hard? Want als 60-70% niet loopt... dan moet je wel heel graag willen toch door te gaan. Ja, ik wilde ook. Nou ja, kijk, ik was altijd gewend dat alles mislukte bij mij... En dat ik overal enorm voor moest ploeteren. Dus daar keek ik niet van op. Ik bedoel, dat sloeg mij niet zo uit het veld... als het de meeste mensen zou hebben gedaan. Ik had het geaccepteerd. En ik hield mij terecht vast aan die paar goede, echte, geweldige zalen... die ik af en toe gehad heb. Die hebben er doorheen. Daar ben ik ook erg dankbaar voor. Want er is toch niks lekkerders dan dat mensen meedoen. Ja. Ik heb ook wel eens voorstellingen stopgelegd. Dus dat ik zei, mensen, ik kan het echt niet alleen. Jullie moeten meedoen. Maar omdat er geen respons kwam? Ja, omdat er nergens. En ook, kijk, want... Oh, dat heb ik het laatste woord... Bij de laatste, een van die... Oh ja, in een raar... Bij een van de try-outs voor het nieuwe programma. Want ik ga in september heb ik weer een nieuw programma. Toen
toen bleven ze ook stil. Kijk, als jij gewoon gepraat hebt en je schakelt over een ander, of het gaat in elkaar over, dan hoef je geen applaus te verwachten. Nee. Als er na een lied niet geklapt wordt, dan is het toch wel heel erg. Dat is haast gewoon een Pavlov-reactie. Er is een lied geweest, het lied is voorbij. Ja, dat is bijna Pavlov. Ja. En dan heb ik liever Pavlov dan niks. Nee, precies. Maar, nou ja, ook ik herinner me nu, nu we dat zeggen van dat niet klappen. Ik had een optreden in Reuzel. Dat is een heel klein dorpje in het zuiden van Noord-Brabant. Echt vlak bij de Belgische grens. Ja. En toen we daar, het was een heel klein rot gammel zaaltje met een gammele trap er naartoe bij een café. En je snapt niet, er zaten toch wel mensen, het was zelfs wel vol. Geen enkele respons. En het rookte er ook verschrikkelijk naar varkensboerderij, dat was ook nog zo. Dus, echt stank toen we daar naartoe gingen en als je daar zo door zo'n gebied binnenrijdt. En toen heb ik dat 20 minuten volgehouden en toen heb ik het stilgelegd. Maar toen heb ik ze al dus toegesproken. Jullie moeten wel, als ik een liedje heb gezongen, je hoefjes tegen elkaar doen. En ik verzoek ook vriendelijk om de krulstaarten uit het gangbad weg te halen. En toen dacht ik, nou gaan ze weg, bleven ze nog zo zitten. Maar, wauw. Wat ik vooral bijzonder daaraan vind, is dat je speelt dus al bijna 50 jaar. Ja. Als er dan, dat je die reactie krijgt, zeg maar, als je een onbekende artiest bent en dat mensen afwachtend komen en denken, we zullen het wel zien. Maar deze mensen weten toch prima wat jij doet en wie je bent. En ik denk, leuk, we gaan vanavond naar Hans Dorenstein. Ja, nee, daar snap je niet. Ze prikken toch. Ik vind, aan de andere kant heb ik ook wel zalen meegemaakt waarbij dat de mensen je echt niet kenden en dat ze langzamerhand loskomen. Maar ik heb ook wel tegen zalen gezegd, weet je, jullie kunnen veel beter naar Joep van Dijk gaan. Echt waar. Waarom zitten jullie hier? En hoe reageerden zalen daarop? Ja, dan hebben ze schuchter lachen. Het is vaak ook ongewoonte en verlegenheid. Als het bijvoorbeeld een niet helemaal volle zaal is, is het heel moeilijk om hardop te lachen. Ja, absoluut. Dat is vaak, vind ik, heldhaftig als mensen dat dan toch durven. Nou ja, maar dat is ook het probleem, dat mensen zich dan haast betrapt voelen als ze ergens. Ja, dat krijg je dan ook. Dat jij de lul bent als je een beetje gelachen hebt op iets. Nou ja, en zeker als de grap is met een randje, zeg maar. De mensen zeggen, oh, jij vindt dat leuk. Oh, ja, vind je dat leuk, ja. Ja, nou, oké. Okay. Nou, wist niet. Ja, maar dat van Reuzel, dat herinnert mijn chauffeur zich ook nog altijd. Als we het over Reuzel hebben. En heb je dat? Het is een vraag die ik vraag vaak krijg en ik weet het antwoord ook wel, maar er wordt heel vaak gezegd natuurlijk, oh, maar zijn er dan specifieke regio's in Nederland waar je wel graag speelt of niet? En Brabant is er zo een waarvan mensen zeggen, oh, dat zal altijd wel gezellig zijn. Oh, nou, niet in Reuzel. No. En maar in heel, er waren twee provincies waar het altijd slecht ging. Dat was Noord-Brabant en Limburg. En Noord-Brabant is pas ergens in de jaren 90 dat ik daar optrad in grote zalen. En dat er ook gelachen werd, dat er die vol waren en er werd gelachen. Maar toen had ik al, nou, zo'n 20 jaar opgetreden. Ja. Maar goed, dat is dus bijgedraaid. Maar daar heb ik dus, behalve in Reuzel, nog wel vaker geleden. Hoor. Jezus, krummel. En nog erger werd het in Limburg. En daar heb ik op een gegeven moment ook geschreven, een artiest die is verloren, die in Limburg wordt geboren. daar werd je ook niet eens vriendelijk ontvangen. Daar bleven ze gewoon doorlullen terwijl jij 4 uur in de auto gezeten had. Met elkaar, weet je wel. Ik bedoel, je komt het theater binnen. Over het algemeen komt er dan iemand door. Dag meneer, dat is leuk, fijn. Daar is de kleedkamer, daar gaan we, enzovoort. Daar is het podium. Goed, geen denken aan. Ik kreeg ook geen koffie. Gewoon echte vijandigheid tegen Noord. Landers. Tegen boven de rivieren. Ja.
En die heb ik er op een gegeven moment ook echt voorgoed uitgesodemieterd. Ik had er maar één plek en nou weet ik niet meer. Het is jammer, maar de technici van dat theater zullen wel weten dat ik hun bedoel. Het was Sittard of Heerlen. Eén van die waren het altijd heel erg. Maar die hadden toen, dat was toen al, toch al toen ik al wat vaker in Limburg had opgetreden, ontdekte ik daar een plek waar de mensen ook echt voor je kwamen en die ook. Kijk, ik deed niet een programma over hoe leuk het leven was. Nee. En dat waren de mensen ook niet gewend. Die hadden lolbroeken, waren ze gewend. Niet dat het al. Kijk, Toon Hermans is een groot man. Maar er liepen ook bijvoorbeeld snip- en snapachtige man mensen rond. Ik denk, de sodemieter erop, man. Maar de mensen waren niet gewend aan de sombere toon. En ik beweer, dat heb ik helemaal niet zelf uitgevonden. Ik ben in de leer geweest bij Gerard Cornelis van het Reven. En bij Karl Michelt. En bij Piet Paaltjes. Enzovoort. Zulke jongens. Dat waren mijn voorbeelden. Maar het is een heel ander cabaret dan dat van de vrolijke jongens. Als je snip en snap gewend bent en je zit dan opeens bij Hans Dorenstein. Ja, dat is andere koek. Ja. En weet je, als je nu bijvoorbeeld door Limburg rijdt. Dan kom je natuurlijk over de snelweg. Dan zie je plaatsnamen. Wat zijn plaatsnamen waarvan je denkt, oh, blij dat ik dit nooit meer op mijn speellijst heb staan. Ja. Ja, eigenlijk heel Limburg. Ik stond ook wel in Helmond bijvoorbeeld. Oh hemel, dat was en ook tegelijk, daar zat ook. Ik zal er voor de volledigheid bij zeggen, dat is natuurlijk Brabant voor de Helmond. Oh, dus die nu zeggen, dat is Brabant. Maar dat ligt wel heel dichtbij Limburg, als je het mij vraagt. Ja, het ligt richting de grens in ieder geval. Ja, ik wil maar gelijk. Niet te zeggen dat het op de grens ligt, maar zo goed is mijn topo niet. Daar hadden ze ook een draaiorgelmuseum in ieder geval. Maar dat hielp ook niet echt. Ja, dat zat in datzelfde gebouw, als je het mij vraagt, hoor. Het zou goed kunnen. Nou ja, en ik geloof één keer of twee keer in Maastricht wel een echte voorstelling gegeven, waarbij er gewoon gereageerd wordt zoals boven de rivieren. Maar wat was er in Helmond, behalve dat er een draaiorgelmuseum was? Nou ja, ook slechte reacties. Daar ben je niet vrolijker van zo'n voorstelling. En voordat we gingen opnemen, vertelde ik jou dat ik in een schoolagenda van mij ooit een klein dingetje van jou zelf had opgeschreven. Toen zei je, het pas van de laatste jaren dat ik dat terughoor van mensen, dat ze zich dingen herinneren of weet ik wat. Hoe was het dan in die tijd, zeg maar, of bij dat soort shows, ging jij dan achteraf de foyer in? En dat je wel nog mensen. Dan moest het wel heel leuk geweest zijn. Want ik heb zelfs, dus ik heb met het begin deze eeuw nog een jaar of zeven opgetreden met Martin van Dijk. Ja, en de pianist. De pianist. De pianist. Die had ook een rol, een beetje. Die mocht ook nummers doen. Ja. En nou, waren best leuke voorstellingen. Heel, echt best leuk. En maar we hadden ook zalen die zo stil waren dat het op het vijandige af. En dan durfden wij niet langs het publiek naar de uitgang. Dan vroegen we om een uitgang dat we om het theater heen konden lopen om toch nog ongestraft weg te komen. En want ik heb echt wel eens door. En ik heb met hem geen één echt slecht programma gemaakt. En er zaten ook echt hele goede nummers bij. Ja. Dat je langs mensen liep die je minachtend aankeken. Echt waar. En daardoor zijn we op een gegeven moment ook. Gingen we goed opletten of we wel door het publiek konden. Maar dat oh ja, maar we moeten eigenlijk ook nog zeggen. De mensen denken dat elke zaal hetzelfde is. De leek. Mm-hmm. Die slaat stijl achterover als je zegt dat je in dezelfde zaal een jaar geleden een waardeloos optreden hebt gehad. Of juist een heel goed. Verschilt dat dan? Ja, dat verschilt als dachten als individuen die zalen. Hè? Dat zou je het over jezelf wel. Ja, absoluut. Dat is juist het gevaar. Zeker voor jezelf als je voor de tweede keer naar dezelfde plek gaat. En dat je dus denkt, oh, vorige keer was het heel leuk, dat wordt het nu weer. Of vorige keer was het verschrikkelijk.
ik zet me schrap, want nu wordt het weer zo verschrikkelijk. Hier wou ik het ook over hebben. Ja. Maar dat is weer een eigenschap van mij. Stel voor, ik heb een leuk optreden gehad. Ergens een heel leuk optreden. En ik ben zo stom erop te verheugen. Dan gaat het helemaal mis. Dus je gaat er naartoe. Je denkt, dat was de vorige keer een makkie, allemaal hartstikke leuk. En dan opeens gaat alles heel stroef lopen. En valt er geen enkele grap meer goed. En dan ben je nog de lul. En dat komt dan, zeg ik, omdat ik me verheugd heb. Ja. Ik mag me niet verheugen. Dat sowieso niet. Ik heb ook gemerkt, en dat is wel wezenlijker, dat stel humoristische nummers, die zijn niet meteen grappig. Ook al zijn de grappen nog zo goed, als jij een lied zingt, dan heb je soms 3, 4, 5, 6 keer of 10 keer nodig voordat ze het pakken. Je denkt dat je het al precies in je mond hebt. Helemaal niet. Nee. En dan na 7 of 8 voorstellingen, dan begint het pas te lopen. Dan zit het pas blijkbaar goed. Dus je moet het. Maar er is enorm verschil tussen de zalen. En dat liet ik een keer aan Joep van het Hek, zei ik dat. Ja, als een zaal slecht is, is het altijd de schuld van de cabaretier. In principe wel. Het ligt nooit aan de zaal. Al mag ik er graag bij zeggen, hooguit aan de mensen die erin zitten. Ja. Ja, maar je hebt af en toe heb je zalen. Kijk, vaak zal je, en dat zal jij ook hebben, dat je het op jezelf betrekt. Dat je denkt, dan zal ik het niet goed gedaan hebben. Of misschien net een blik of een uitstraling of de verkeerde energie. Ja, maar toch zitten er ook soms zalen tussen dat je weet, maar vanavond heb ik echt gewoon goed staan spelen en het programma dat staat en die nummers die staan. En dan nog, hè? Dan ga je nog weer even af, hè? Ja. Hè? Dat blijft gebeuren. Wat is in die zin, dat schoot net door mijn hoofd. Materiaal is natuurlijk niet. Het is niet ingewikkeld, maar het is ook niet per se heel simpel. Weet je, het zijn geen, als je het hebt over snip en snap en de een gaat door een deur en de andere deur gaat open. Nee. Dat is het niet. Wat is de grootste mismatch geweest tussen jou en het publiek? Dat je echt mensen hebt die gewoon taarten in gezichten verwachten en Hans Dorrestein krijgen? Snap je wat ik bedoel? Je bedoelt dat de zaal een heel andere figuur verwachtte. Ja, misschien een andere figuur verwachten. Of maar dat je aan alles merkt, maar wat jullie eigenlijk willen zijn gewoon hele simpele grappen om te lachen. En een zaal die, als ik één ding uit mijn hoofd weet, van jou een voorbeeld over kinderen die een ijsje krijgen onder de bedreiging dat als ze het laten vallen geen nieuw ijsje krijgen, toch laten vallen geen nieuw ijsje krijgen. Ja. Wat een heel grappig gegeven is en je ziet dat beeld voor je. Ja. Maar ik kan me tientallen zalen zo voor me zien die kijken alsof ze water zien branden en denken, wat is hier nou leuk aan, meneer Dorrestein? Ja, het verbaasde mij altijd. Het is een leuk, goed voorbeeld. Dit is zo'n voorbeeld. Dat is echt toch voor een soort fijnproevers. Ik was altijd heel aangenaam verrast als er hier hard gelachen werd. Want dat is mijn publiek. Ja. Hè? Maar ja, ik heb ook zulke nummers als De Kerkhofganger. En dat is toch wel een graadje erger. Hè? Ja, over necrofilie. Over necrofilie. Maar over het algemeen, in die tijd, als ik het nou zou doen, ze snijden me de hals af. Dat kan je niet meer doen tegenwoordig. Maar 40 jaar geleden waren er hele zaal vol met studenten natuurlijk. Studentenpubliek, dat is over het algemeen was dat heerlijk als ik voor studenten stond. En daar was ik trouwens ook weer heel bang voor. Omdat dat waren echte studenten. Dus ik was bang voor hun oordeel. Maar als er dan gelachen werd, dan werd tenminste, dan hoefde hij niet tot 3 te tellen voordat er bof, er kwam het erover. En dan kon je gaan, timen. Kun je gaan timen als er echt goed gelachen wordt. Ja, ja. Als ze echt op tijd lachen. Want anders, stel voor, je moet steeds net even wachten na de grap. Dat gaat echt op melken lijken. Dat je het wil. Ja. Hè? En hoe onverschilliger je het doet, hoe meer respect ze voor je krijgen. Het maakt toch geen reet uit. Hij komt stormt door een veld met grappen. En dan, je kan links, je kan rechts. Maakt niet uit. En dat geeft een soort hele grote lichtheid aan je verschijning. Ja. Ik weet niet meer waar ik het over had. Ik was vooral maar juist hierdoor. Dus als je zegt, dit zijn grappen voor fijnproevers, zeg maar, voor jouw eigen publiek. Ja. Als je dan
een zaaleigenaar of misschien een bedrijf. Ik weet niet of jij dingen voor bedrijven ooit hebt gedaan. Maar die denken dan, oh, nou, dat is leuk. We hebben ons Dorrestein misschien op tv gezien of op de radio gehoord. Die boeken we. En je zit dus opeens of je staat voor een zaal voor mensen die dat volledig de pet te boven gaat. Ja, ik heb zelden of nooit opgetreden voor een uitkoop, hoe noemen ze dat? Dat een bedrijf, dat kregen ze nooit vol. Maar toen ik later wat bekender werd, toen was er een keer een hele zaal vol artsen. En tot mijn stomme verwondering werd het een geweldige middag. Okay. Ja, enorm succes. Echt alles geweldig op gereageerd. Dus dat was toen mijn angst voor de medici in de zaal was toen ook over. Had je specifiek angst voor bepaalde voor het hogere echelon. Want al schrijf ik tamelijk begrijpelijk. Net zoals Willem Wilmink, het gewone woord gebruik ik. Maar ik handel toch rare dingen af, moeilijke, psychologisch rare dingen. Hè? Dus, nou weet ik weer niet waar ik... Maar die zou je dan toch bij een hoger opgeleid deel van het publiek makkelijker kwijt kunnen? Ja, maar ik heb mijn ULO. Maar dat maakt voor die mensen toch niet uit? Nee, maar voor mezelf wel, natuurlijk. Ik was bang voor... Ik heb zelf gestudeerd, later, door een merkwaardig toeval. Maar... ik was voor de rest wel bang voor mensen die... En zo was ik ook altijd bang voor Amsterdam. Daar wisten ze het. En als ze dan ook nog gestudeerd hadden... Behalve de studenten zelf. Dat wist ik altijd. Dat publiek... Maar is dan een soort angst om door de mand te vallen? Ja, mijn hele leven. Ja. Dat is een goeie. Ik heb ook een mislukt lied geschreven over door de mand vallen. De mand. Staat wel in mijn verzamelde bundel, maar die had er beter niet in gekund. Dat is een zwak nummer. Dan ben ik dus eigenlijk door de mand gevallen met dat nummer. In die zin een heel geslaagd nummer. Ja, is eigenlijk wel, ja. Dat dan wel. En je zei net aan het begin, je hebt drie keer gestopt na optredens waarvan je dacht, ik hou er ook mee op ook. Ja. Wat was de eerste aanleiding om te denken, ik hou er mee op? Ja, dat weet ik niet meer. Okay. Ja, dat bewijst dat ik niet helemaal zit te liegen. Want er was een overvloed aan mogelijkheden. Ik heb het zo vaak dat het gewoon absoluut niet leuk werd. En het gekke is, de mensen liepen niet eens weg, maar ze reageerden gewoon de hele avond niet. Ik heb ook wel eens gezegd, waarom gaan jullie niet weg? Ja. Dat is duidelijk. Ik heb ook een keer try-out in notabene aan Gouda. En Gouda is later een van mijn grote successen geworden. Want toen zat Nelder als directrice. Was een schat van een wijf. En die had ook veel gevoel voor mij. Die heeft me een keertje... Oh ja, dat weet ik ook nog wel. Toen zat ik een van de... misschien de enige keer dat ik in een jury gezeten had... voor een cabaretfestival in Groningen. Ja, een studentencabaretfestival neem ik dan aan. Ja, het studentenfestival. En daar zat zij ook in de jury. En toen heeft ze me eigenlijk begeleid. Ik was toen net gescheiden. Ik kon bijna niet meer staan van de ellende. En die werd later directrice daar in Gouda. Ja. En die zorgde er altijd voor dat ik en in de grote zaal stond... en dat die uitverkocht was. En daar heb ik dus... een paar keer geweldig succes gehad. Want daar zitten er 800 als je het mij vraagt. Ja, als dat gezellig samen lacht, nou, dan hoor je het tenminste. Dan ga je echt te denken van, nou, ik ben leuk. Hè? Ja. Dan ga ik dood. Maar toen had ik een keer een try-out. In een klein zaaltje natuurlijk. Want de enige die in een carré try-out dus had Steeuwen. Heb ik het niet. Dat is toch zo niet. Heeft hij daar een try-out gehad? Try-out. Wauw. Ja, maar daarbij vergeleken ben ik helemaal niks. Overigens, ik kom direct terug op dat optreden in het plein. Dus, we hadden het over zalen. Ja. En ik dacht altijd dat ik de enige was. Soms tegen de techniek na afloop zeg je... Jezus, man, ze hebben in dat hele achterste gedeelte dat reageerde niet. Of er zat in het midden een club van wel 200 man die niet reageerde. En ik dacht dat, want mijn techniek, maar Hans, ze lachten behoorlijk. Nou, ik zeg, ik heb niks gehoord. Ik zat bij Hans Steeuwen in de zaal. Ik geloof in een hele grote zaal, in Tilburg of zo. Ja. En ik sloeg stijl achterover. Want die had zo'n waanzinnig succes. Daar kunnen we allemaal alleen maar een beetje van dromen. Mm-hmm.
Die zalen hunkerden naar zijn woorden. En wat voor rare matten, fratsen die ook deed. Ze gingen altijd mee. En dus na afloop zeg ik, Jezus Hans, wat een succes. Godverdomme had ik dat maar. Toen zei die Hans, de hele linkerhelft reageerde niet. Heerlijk is dat. Maar dan zie je... Ja, dat je het zelf vaak dus erger beleeft dan je collega's of je publiek. Absoluut. Hoi, Wouter hier. Leuk dat je Elektra luistert hier op YouTube. Vind je dit een leuke aflevering? Geef dan even een duim omhoog. Of laat hieronder in de comments even weten wat je van de aflevering vindt. Vergeet ook niet te abonneren en klik ook even op die bel. Dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je Elektra steunen? Dat kan heel makkelijk en gratis door een keer een linkje te delen met vrienden en bekenden. Of ga naar elektrapodcast.nl. Daar kan je heel makkelijk eenmalig een bedrag doneren. Bijvoorbeeld een euro voor een aflevering die je hebt gekeken. Of een paar euro meer als je meerdere afleveringen hebt gekeken. Of je kan ervoor kiezen om crewmember te worden. Dan wordt er elke maand automatisch een klein bedrag van je rekening afgeschreven. En in ruil daarvoor krijg je consumptiebonnen. Je krijgt extra afleveringen en... ja, wat nog meer eigenlijk. Eeuwige dank. Eeuwige dank. Nou, elektrapodcast.nl. Snel terug naar Hans. Heb je een idee hoe dat... Want ik herken het heel erg hoor, dat je zelf staat te spelen. En ik heb natuurlijk vaak... Ik speel vaak in shows waar ik presenteer en drie of vier comedians optreden. Weet je, drie of vier spelen. Dan heb je vaak ook... Dan sta ik te spelen. Dan denk ik, ja, is dit het nou? Ligt dat aan mij? Gaat het niet zo lekker? Ja. En dan hoor je degene na je spelen. En denk je, ja, maar gewoon puur op volume... is dit toch echt ongeveer dezelfde lach als dat ik net kreeg? En dit klinkt veel behoorlijker dan wat ik net had. Oh, ja. Dus volgens mij is het toch iets wat je gewoon in je hoofd hebt. Oh, dat je het altijd... Nou. Of misschien dat je juist focust op de 200 die niet meelachen... of op de helft die minder reageert. Dat zal ik wel zijn. Maar ik denk wel... Ja, ik vind dat trouwens ook heel erg als je met anderen optreedt. En je hebt zelf opgetreden en je hoort dat die anderen... dat er allemaal veel harder gelachen wordt. Jezus, man. Dan denk ik meteen, dat ga ik nooit meer doen. Ik ga het gewoon alleen maar alleen doen. Geen andere cabaretiers erbij. Want daar kan je ook een hele harde klap van krijgen. Ja. En ik moet erbij zeggen, ik hoef echt niet de beste te zijn. Dat hoeft niet. Als ik maar niet de slechtste ben. Nee. Dat... Maar, oh ja, voor we naar de try-out teruggaan, is dat een overlevingsmechanisme, zeg maar? Als je zegt, ik hoef niet de beste te zijn, maar ook niet de slechtste. Want niet de slechtste zijn is makkelijker te halen dan de beste te zijn. Ja, die ben ik nooit. Anders zaten we hier niet. Dan zaten we in de grote villa. Nee, laten we zeggen, als jij moet optreden noem Theo of hoe heet die andere Limburger? Wil je Theo Maassen? Ja, Theo Maassen. Brabander. Ja, oh ja. Het maakt mij niet uit, maar voordat ik allemaal boze Brabanten en Limburgers op me afkrijg, heel goed. Zet ik het even recht. Nee, maar dus als je bij de hele grote staat, dan daar kan ik toch nooit tegenop. Ja. Daar is het ook. Er komt niet alleen maar... Mijn teksten zijn wel goed, maar dat komt ook door de terughoudende manier waarop ik het doe. Ik lepel het op. Het is niet een grote potpourri van leuke momenten. Nee, maar daar kom je voor. Dat is wat jij doet. Want dan zeggen mensen... Soms denk ik, Jezus Christus. Maar dan zeggen ze, ja, maar we hoeven helemaal niks te zeggen. Dan vinden we het al leuk. en dan ga je dat met andere dingen. Want dat ken ik wel van mezelf ook. Als bijvoorbeeld bij Toon Hermans, als ik daarbij in de zaal zat. Ik zag ergens in Amsterdam een voorstelling van hem... En op een gegeven moment houdt hij op. En we zien dat in de tocht het gordijn beweegt. Hmm. En hij staat hier met zijn handen in zijn zakken naar te kijken. Nou, ik zat echt te denken, ik wou dat het nood overging. Het ging zo goed. Het deed hij zo goed. Ja, want af en toe, dan keek hij de zaal in. Weet je wel, dan beweegt zoiets op een rare manier. Nou, hij deed dat zo verdomd goed.
En nou, dan dacht ik ook weer, jongen, je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen. Dan is het allemaal wel leuk. Dat vind ik dus heel leuk. Ja? Ja, ja. Try-out Gouda, daar kwamen we vandaan. Oh ja, ik... Want je stond altijd in de grote zaal, dat was heel leuk. Maar je deed een try-out in een klein zaal. Oh ja, goed. Dus dat was zo'n tribunezaal, weet je wel. Dat ze allemaal naar boven... Ja, vlakke vloer. Vlakke vloer enzovoort. Ja. Dus ik stond daar. Het was ook een try-out. Het was een beginvoorstelling. En er werd totaal niet gereageerd. En ook weer niet, zelfs niet geklapt naar een lied. En toen heb ik ook de troep stilgelegd. En daar heb ik ook weer gezegd, dames en heren, dit red ik niet in mijn eentje. U doet absoluut niet mee. En als u er niks aan vindt, dan is het gewoon veel beter dat u nu weggaat. Dan hou ik tenminste een publiek over waarvan ik weet dat ze het leuk vinden. Maar niemand stond op. Ja, er stond één vrouw op. En die helemaal van boven de meest vrolijk lachend. Ook nog even met zo'n handje. En die zei ook nog voordat ze tot de deur heen ging, toedeloe. Die was leuker dan ik de hele de voorstelling. Toedeloe, zei ze. En toen ging ze weg. Later hoorde ik van mijn toenmalige chauffeuse, die zat in de zaal. Hans, dat was de enige vrouw die nog gelachen had. Nee. Snap jij er wat van? Wat bizar. En ik zei ook tegen die zaal, het kan niet zijn dat die ene vrouw die nu weggegaan is, die stilte heeft gemaakt. Dus... dus ik zeg, u bent misschien bang dat als u wegloopt, dat ik iets zeg. Dat zal ik niet doen. Nee, weet u wat? U kunt nu gaan nadenken of... En ik ga gewoon op de gang een sigaretje roken. Gaat u bij zichzelf beslissen of u wilt blijven of niet wilt blijven? Dus ik ben op de gang een sigaret. Dat had een technicus gezien. Die heeft er later schande van gesproken. Dat ik een sigaretje zat te roken. En toen je terugkwam, iedereen zat er nog. Iedereen zat er nog. Toen heb ik gezegd, nou ja, dan moet ik aannemen dat jullie het leuk vinden. Dan ga ik verder. Toen heb ik het gewoon afgemaakt. En toen gingen ze inderdaad klappen. Niet hard. En na een lied. En toen werd er wel een beetje gereageerd. Maar het bleef een van de ergste voorstellingen die ik heb meegemaakt. Oh, hemel. Maar dat was nog maar een kleine zaal. Kun je nagaan hoeveel rampspoed er over je heen gaat als... Ja, in een van de zalen waar ik me eigenlijk... Ja, was ik ook altijd doodsbang voor. Want als je daar mislukt, dan ben je gewoon mislukt. De Kleine Comedie in Amsterdam. Ja. Daar, nou, dat was trouwens geweldig. De eerste keer dat ik daar was, ik was zo bang. En wat ik ben bang. Ja. En ik had nog nooit 500 man in een zaal gehad. En voor mijn beeld, wanneer was dit ongeveer? Ja, kan ik misschien nog wel... Ergens in... In 91 of zo. 92. Oké. Okay. En speelde je toen voor het eerst in de Kleine Comedie pas? Ja. Ja, okay. Ik heb heel lang... Ja, stond ik gewoon niet in theaters. Ik had ook een hele lange tijd geen chauffeur of zo. Ik heb geen rijbewijs. Dus ik moest alles met treinen doen. Oh, ook nog. En dan krijg je het volgende. Als het dan een beetje leuk geweest is, dan ga je natuurlijk na afloop nog een biertje drinken. En dan zeg je bij je derde biertje, oh jee, nee, ik moet weg, want ik moet het zijn. Oh, meneer Dorstein, in Zwolle kan u nog makkelijk overstappen, want er gaat enzovoort, enzovoort. Dus dronk je er vijf en dan pak je je trein naar Zwolle en dan moest je overstappen. En dan ging er echt geen trein meer. Dan moest je in een hotel Wientje Scheitenbeek. Ik ken de naam nog. Echt waar. Maar, Kleine Comedie, begin jaren 90. Toen, want de reden dat ik het vroeg was, ik weet, ik kijk vanaf zeg, begin jaren 90 zelf actief naar cabaret. Toen was ik 13, 14, 15. Oh jee. Dus ik weet zeg maar wat voor naam de Kleine Comedie toen had, maar ik weet niet of dat in de jaren 80 of in de jaren 70 ook al zo was. Daarom dat ik het vroeg. Qua. Ja, ik weet. Nou, ik moet even nadenken. Nee, dan moet ik toch, dat moet
Dat kan ook in eind jaren 80 geweest zijn. Ja, eind jaren 80. Ja, zeker. Dat kan in 86 of 87 geweest zijn. En dat was dat ik daar voor het eerst stond. En doodsbang. En maar toen dat was weer mooi. Toen zei me de technicus, Jacques, die zei tegen me, Hans, kom eens mee. En ik had ook meestal chagrijnige technici gehad. Want dan kwam ik in mijn eentje om een uur of 7 aan. En dan waren ze woedend dat ik niet om 5 uur was gekomen. Terwijl ik alleen maar een pianootje had. En verder geen enkele andere plek. Dus, minachting was mijn deel. Maar Jacques was echt een die later ben ik nog vaak tegengekomen. Altijd even geweldig. En die zei, Hans, kom eens mee. En die nam me mee door de catacomben naar de Zijstraat. Ja. En die zei, kijk eens. En toen stonden ze tot over de brug. Oh, allemaal God. Voor jou, zeiden ze. Zei hij toen. Allemaal voor jou. Nou, dat had ik me dus met de beste wil van de wereld niet kunnen voorstellen. En toen heeft hij ook gezorgd. Toen zei hij, Hans, toen zag hij me wat trillen en beven. Hij zei, Hans, je krijgt een biertje van me. Je moet gewoon een biertje drinken even. Want ik was ook nog weer zo braaf. En ook zo verstandig om niet te gaan zuipen voor mijn voorstelling. Oké. Okay. Dat deed ik dan niet, dat deed ik daarna. Maar dus toen een biertje en toen schatte hij me zo in. Mag nog een biertje en bij de derde zei hij, nou, bij de helft Hans ophouden. Anders word je dictie minder. En dat is inderdaad waar. Dan was ik toch veel meer ontspannen dan wanneer ik dat nuchter naar voren, naar die microfoon had moeten lopen. Ja. He, dus die heeft me er wel doorheen geholpen. Oh, wat goed. Maar we kwamen op het kleine comedium dat je zei, oh, maar een grote zaal die zo stil blijft, dat is nog veel erger. Ja, ja, ja. Heb ik daar ook meegemaakt een keer. Ook in de kleine comedium? In de kleine comedium. Maar er waren door fouten. Was er bijna niemand uitgenodigd. Dus ik zat daar met 200 of 150 man. En toen trad ik al op met Martin van Dijk. En wij wisten van niks. En we stonden in de coulissen. Ik zeg, Jezus, Martin, wat is het godvergeten stil? En kun jij kijken? En hij kijkt, hij zegt, Hans, er zitten maar een paar rijen. Nou, dan is de klap hevig, hoor. Want toen was ik eigenlijk al gewend dat in de kleine komedie, ja, dat het over mijn algemeen goed liep. En dan krijg je een zware avond, zelfs in de kleine komedie, als er zo weinig mensen zitten. En helemaal als je dat aan het begin van de show hebt en je moet nog de hele show gaan spelen. Nou. Maar ik heb ook een keertje een voorstelling gelet waar ze ook niet wilden reageren. Maar die wil ik ook kwijt, die moet ik kwijt. Want die getuigde het ook van dat ik toch af en toe ook wel eens heel goed uit de hoek kan komen. Ik denk dat het Vlaardingen was of zo. We liepen in ieder geval een weg langs en het theater was zo gammel dat je ook het verkeer wel een beetje kon horen. Dat was in ieder geval. Ja, dat was zeker. En die zaal die wilde ook voor. Echt, er was geen beweging in te krijgen. Dus, maar ik moet zeggen, ik heb soms respect voor mijn eigen overwinning, dat ik dat toch doorging tot het einde. Dat was niet alleen maar geldzucht. Dus dat ik gewoon doorging. En bleef me doorgaan. En op een gegeven moment hoor ik in de verte een ambulance aankomen. Die komt steeds dichterbij. En die kwam steeds dichterbij. En die komt inderdaad. Nou, ik moest mijn show stilleggen. Ja. En het was voorbij. Ik liet hem uitrazen. Ik zeg, eindelijk iemand die er beroerder aan toe is dan ik. En vanaf dat moment heb ik goed kunnen spelen. Toen waren ze pas overtuigd dat ik het kon. Oh, wat grappig. Maar wat een rare tent ook, dat je zoveel van buiten hoort. Oh man, ja. Nou ja, in zulke locaties stond ik toen nog, inderdaad. Ja, want je zei net al, het duurde een tijd lang, ik heb ook tijden gehad dat ik helemaal niet in theaterzalen stond. Ja, ja, literaire cafés. En cafés zelf. Bijvoorbeeld, of literaire cafés, maar ook zaaltjes bij cafés. Daar zitten dan alleen maar boeren. Dat gevoel heb je. Hoe zijn dat soort shows? Ja. Hoe gingen die? Moet je horen. Daar sta je dan weer versteld van.
In, zo in die begintijd, toen ik misschien al 50 voorstellingen had gedaan of zo. Nee, niet 100. In zo'n zaal, daar verwachtte je niks van. Maar die zaten daar niet als abonneepubliek. Die zaten daar toch echt gewoon op te lachen. Ja. Echt waar. En daar heb ik daar. En dat was vooral Noord-Holland. In Noord-Holland is mijn succes begonnen. Wat grappig. Ik vroeg eerder naar regio's. Ja. En ik weet dat het over het algemeen helemaal geen pijl op te trekken valt. Want in Reuzel kan het verschrikkelijk zijn. Ja. En in Groningen een topavond. Terwijl je denkt dat zijn stugge Groningers. Ja. Nee. En ik heb juist Noord-Holland, West-Friesland. Dat het vaak armen over elkaar is en stil. En wel achteraf, dat ze achteraf zeggen, we vonden het heel erg leuk. Dat je inderdaad denkt, had dat even laten weten toen ik bezig was. Ja, en maar wat voor zalen zijn er dan nu voor jou? In Noord-Holland? Gewone theaterzalen. Het zijn theaterzalen, maar ook de zaaltjes bij kroegen, comedyzalen, comedyclubs. Oh. Nou ja, alles waar wat georganiseerd wordt, zeg maar. Hé, maar en is het dan echt comedy en is het dan echt stand-up comedian publiek? Ja, over het algemeen wel. Ik heb ook een eigen voorstelling, dus dan zit je meer in de theatertjes met theaterpubliek. Ja. En soms ook wel met een theaterverwachting. Ja. Die bij mij denken, gaat de jongen nog een liedje spelen? Dat gaat hij niet doen. Want nee. Dat doe ik niet. Maar in die zin heb ik ze allebei. Maar heb je dus ook de beide reacties, maar ook van de mensen die gewoon alleen maar grap willen. Ja, ja. En misschien ook op een manier of een type grappen dat ik niet doe. Nee, ja, dat precies. Of mensen die denken, nou, vertel nu maar eens een mooi ingetogen, rustig, emotioneel verhaal. Ja, daar kun je ook. Ja, want als er heel pretentieus publiek zit, die worden bij mij ook niet bevredigd. Want zelfs als ik een sprookje vertel of zo, of wat dan ook, het is bij mij nooit dieper. Nee, het is niet dat je zegt, Jezus, wat een filosoof staat er op het podium. Hè? Nee. Maar wat je zei, je succes begon in Noord-Holland. En dat was dus ook in dat soort cafézaaltjes. Wat is de meest, laat ik specifieke vragen, wat is de meest ongeschikte plek geweest voor cabaret waar je hebt gespeeld? Oh, help. Ik denk gemakshalve ook gelijk aan openluchttheaters. Ja, precies, dat dacht ik ook aan. Ja, daar ben ik er allemaal als de dood voor. Want wat er dan nog lacht, dat verwaait. Toch, daar schiet er niks meer op met zulke dingen. Maar ook dat is weer, ja. Ik werd op een gegeven moment, en dat was ook al in deze eeuw, uitgenodigd door Willem Breuker om zijn gast te zijn bij zo'n openluchtoptreden daar in het Vondelpark. Ja. Heb je daar ook, ken je dat? Ken het, ja. Ken je dat? In de zomer is daar altijd, voor me te duiden, een serie met optredens. Er is muziek, maar volgens mij op zaterdagavond zijn er altijd twee cabaretiers achter elkaar. Ja. En zondagmidden misschien ook, wil ik vanaf wezen. Maar goed, midden in het Vondelpark is het openluchttheater. Ja, daar stond ik. En ook gratis toegankelijk. Ja, en dus, oh jongen, oh, dan zie je ook vaak dan mensen even verstoord kijken en doorlopen, weet je wel. Die komen dan niet. Vind ik ook, dat is ook niet lekker voor je gevoel. Maar ik had daar slechte ervaringen mee. Ook omdat alles verwaait en dan kan je niet meer timen en de hele troep. Maar één keer met Willem Breuker, toen. En moet je me even helpen wie Willem Breuker is? Want dat weet ik niet. De naam klinkt vaag bekend. Ja, dat was een jazzman. Ah, oké. Hij is helaas overleden. Ja. Een hele wilde jazz. Echt een vernieuwer. Oké. Okay. En die, dat is helemaal eigenaardig. Want die was een dolle liefhebber van mijn liedjes. Nou, als ik nou iets niet ben, dan is het een componist. Dan is het een muzikus. Ik kan niet tellen of niks. Ik zing gewoon met mijn handen mee. En we zien wel waar het. Ja, maar dat is natuurlijk in principe jazz ten voet uit. Ja, dat is. Ja. Ja, maar die hebben dit, hoor. Dat nou. En, die had mijn werk. En laatst hoorde ik het ook van Harry Saxion hier. De gitarist. Ja, van de grote gitarist. Ja. Daar heb ik mee opgetreden ook, notabene. Een maand of wat.
Wat gaaf. Een theaterprogramma hadden we. Hij had bij Herman van Veen gezeten. En die kende ik omdat hij al wel eens aan de deur was geweest voor teksten. Maar dat is nooit wat geworden met als tekstschrijver voor Herman van Veen. En Laurens van Rooijen, die kwam ook bij Herman van Veen vandaan. Daar hadden we een theaterprogramma. Ik zong daar mijn liedjes. En ik ben ondanks Harry Saxioni weer tegengekomen in het echt. En toen zeg ik, ik wil toch van jou weten, hoe vond jij toen om die liedjes van mij te moeten aanhoren? Want dat was toch echt heel krukkig. Toen zei hij, Hans, zo luister ik niet. Ik wil horen dat die muziek bij iemand past. En dat was bij jou zo. Het past bij jou. Dus dat kan je ook redden. Ja, ja. Nou, maar dat is precies wat ik bedoel. Dat is jazz ten voeten uit. Ja, ja, ja. Dat het, als jij zingt en speelt zoals je bent en wat je doet. Dat is wel. Nou ja, maar ik ben een ramp hoor, wat tellen betreft. Dus ja, daar heb ik dus een van mijn allerergste optredens aan te danken. Dat lag niet zozeer aan de zaal. Als wel aan de, mag die er ook in? Ja, tuurlijk, alles mag erin. Oké. Okay. Oh ja. Onthoud dit even met een metropoolorkest. Wat moet er ook in? Oh, ik vind het heel leuk hoe we Casual van Harry Saxioni en Laurens van Rooijen, dat is een hele goede pianist. Ja. Toch? Ja, dat zijn er twee geweldige mensen die nou ook nog een metropoolorkest gaan. En jij die zegt, maar ik kan helemaal niet tellen, ik kan helemaal niet spelen. Nee, daar gaat het verhaal juist over. Op een gegeven moment kreeg ik de, hoe heet die prijs? De Gouden Harp. Ja. Heb ik gekregen. Ik vertel dat niet om op te scheppen. Ik sta er zelf nog verbaasd van. En ik weet ook wel hoe prijzen uitgedeeld worden. Ik heb ook de Tollensprijs gekregen. Ik noemde alle prijzen meteen maar op. Ja, heel goed. Tollens en de dinges. En ik weet zeker dat je krijgt op een gegeven moment een soort oeuvreprijs als je nooit een hit gemaakt hebt. Dat gebeurt gewoon uit medelijden. Ja, ik lach erom, maar ik ben tot geen andere conclusie gekomen. Ik ben ook wel ontzettend jaloers op mensen die in de top 10 staan of zo. Ja? Ja, dat vind ik best. Dan kan je echt wat. Ja, kijk, ik heb bij elkaar echt leuke nummers bij elkaar opgeteld. Is het wel wat? Ja. Maar ik wil eigenlijk zo ook één topper. Ik was nog liever die jongens geweest dan het busje komt zo. Van Hulleboer. Ken je dat nummer? Ja, ja, ja. Busje komt zo, busje komt zo. Ja, dan word je tenminste ook geciteerd. Ja, al denk ik dat je jezelf onderschat. Want het werk, zeg maar, wat er heerst of overblijft van Hans Dorrestein is toch echt vele malen groter dan de nalatenschap van Hulleboer. Ja, ja, maar nogmaals, er is geen enkele hit in. Nooit, geen nummer 1 hit. Nee, zou je daar gelukkig van zijn geworden? Nee, weet je wat? Want ik ben natuurlijk een type die na 3 weken nadat dat ding van de hitlijst verdwenen is, toch weer iets nieuws wil. En weer nieuw succes. Dus daar zou ik ook doodongelukkig geworden zijn. Ja. Het is maar goed dat ik gewoon heb moeten scharrelen. hè? Maar dat was in Bussum, de uitreiking van die prijs. En ik zong mijn lied, dat kan ik echt wel zeggen, dat komt echt in de buurt van een mooie begeleiding. Het heette Te Buigen. Nou, en dat lied mocht ik zingen, maar dat had iemand bewerkt voor het orkest. Dus ik moest met een orkest zingen. En nou ja, de banden opgestuurd gekregen, geluisterd. En nou ja, het zweet op mijn kop. Bij de repetities, daar zitten ze allemaal te spelen enzovoort. En ik viel steeds niet op tijd in, op de verkeerde momenten enzovoort. En die dirigent, die had dat niet door. Dus ik scharrelde me doorheen. En toen ben ik naar hem toe gegaan en zei, moet u horen. Ik kan absoluut niet tellen, dus u moet elke keer aangeven wanneer ik moet inzetten. Dan gaat het wel. Oh, zou die doen? Ja hoor, nee, goed, ging die doen. En toen hebben we dat nummer doorgenomen, een paar keer, terwijl hij dat aangaf. En toen kwamen de vrouwen uit het orkest allemaal zeggen, wat een geweldig nummer. En ik weet dan zelf ook wel, verdomd, dit is echt een heel goed nummer. Dat kunnen ze niet zomaar maken. Oké, ik ben in het Spand in Bussum, 500 man, publiek. Maar vooral collega's, recensenten. De hele troep zat daar. Half beroemd Nederland. Want het is een uitreiking. Want het is een uitreiking. Dus
En toen waren we aan de beurt en ik zie die dirigent van die trap afkomen. En toen wist ik al, hij komt alleen voor zichzelf. Ik zag het aan hem. Hij zwol. Ja. Hij genoot. En nou is het heel goed om te genieten van een optreden, maar dit ging heel verkeerd werken. Want hij begon dus met mij aan te geven wanneer ik in moest. Langzamerhand draaide hij mij zijn rug toe. En op een gegeven moment stond hij echt alleen het orkest te doen. En ik vliegde er. Ik wist niet na het refrein wanneer ik in moest vallen. Dus ik heb een paar minuten met mijn bek dicht op dat podium gestaan ten aanschouwen van heel muziek in het Nederland. Het werd gelukkig nog niet uitgezonden. Er was geen televisie bij me. Maar op een gegeven moment kon ik op eigen kracht, schoot ik erin. Dus ik heb het wel af kunnen maken. En nou ja, je snapt wel, ik ben die dag van die prijsuitreiking nooit niet meer gelukkig geweest. Oh, nee. De hele week niet meer. Maar jaren later vertelde ik dit verhaal en in een gezelschap. Niet in een zaal, niet in een theater, in een gezelschap. En toen zei iemand, meneer Dorstein, ik zat als journalist in de zaal. En ik heb het helemaal niet erg gevonden. Oh, wat goed. Ja, dat lucht ook op. Ja. Oh, wat een goed verhaal. Ja. Oh, en ik moet zeggen, ik kan me ook heel erg voorstellen, korte terzijde, maar ik speelde vroeger in een punkbandje. Oh. Ik had een punkbandje, we speelden punk en wat ska en zo. Maar dat kan je wel tellen. Nou, voor punk hoef je niet zoveel te tellen. Ja, 1, 2, 3, 4 aan het begin. En dan oh, ja. is het gewoon gaan. Oh, maar dat is al, nou ja, en, wij speelden vooral heel erg op de lol. Dat was echt alleen maar entertainment, rare pakjes aan, podium overrennen. Hartstikke leuk om te doen. Leuk. En op een gegeven moment gingen wij opnemen. We gingen een demootje opnemen. En we hadden één van die ska-nummers. Daar moesten natuurlijk blazers op. En onze drummer kon saxofoon spelen. En ik had nog twee vrienden geregeld. Eentje speelde hoorn en eentje bugle, volgens mij. Maar dat waren dus ook geschoolde muzikanten. En die konden helemaal niet mee met ons. Want wij zeiden, ja, dit is gewoon een melodietje. Zo klinkt het. Lalalalalala. En ja, maar wanneer moeten we invallen? Ja. Heb je dan bladmuziek? Bladmuziek? Ik kan de titel wel voor je op een blaadje schrijven. Oh, maar dan zit je precies hetzelfde. Dat je, ja, ik kan het zelf gewoon spelen. En ik weet ja. waar het is als ik het doe. Maar als ik aan iemand technisch het voor moet geven. Echt waar? Wat grappig zeg. Dat is niet te doen. Oh ja, dan zitten de echte muzikanten in nood. Ja, precies. Ja. En wij zeiden, ja, maar je kan toch gewoon meespelen. Je hoort toch wat hij speelt? Speel dat gewoon na. Grappig. Dat wilde hij niet in. Ja, nee, dat snap ik heel goed, ja. En we kwamen hierop via Hans Breuker. Want je wilde vertellen, Willem Breuker, en die had jou uitgenodigd voor het Vondelpark. Ja. Oh ja. Nou, daar zag ik natuurlijk ook als jij. Het is helemaal niet zo lang geleden. Recent. Dus misschien 10 jaar geleden of zo. Nee, misschien toch wel langer. Maar toen las ik. Ja, daar zie je ook steeds mensen langslopen. En wat moet dit worden? Ja. Ik weet niet meer hoe ze zitten dan. Ik zie niet meer de zitplaats. Als je op het podium staat, het is echt gewoon zo'n vast open podium met een soort driehoekige kap erboven. Ja, dan ja. is er. Er staan allemaal klapstoelen. Ja. Rijen met klapstoelen voor, ik denk 200 man, 200, 300 ongeveer. Oh, ja, dan is er een iets verhoogde tribune recht voor je. En aan de rechterkant van het podium is nog een grote tribune waar mensen dus zijdelings kunnen kijken. Okay. Die staat er een beetje haaks op. Dat is het. Maar die staat er haaks op omdat daarvoor eigenlijk het wandelpad loopt. Wat dus gewoon ook door het park oh ja, dus loopt. Dat is de toegang naar het openluchttheater. Daar liepen ze dus wel voorbij. Ja, ja. Zou ik dat gezien hebben? Nou, in ieder geval tot mijn stomme verwondering. Ik deed het lied, ik ben een oude cowboy. Ik ben haast niks meer waard. Ik werd vanmorgen uitgelachen door mijn eigen paard. En toen begonnen ze al te reageren. En ik heb ik beschrijf daar een oude cowboy die niet meer mee kan. Ja. En er zit een couplet in. En ook op de rodeo ben ik niet meer zo vlug. Ik werp daar de lasso, maar de koeien gooien terug. En dat kan ik dan heel droevig zeggen. En dus, nou, toen heb ik echt succes gehad in de open lucht. Maar dat is de enige keer. Ik kan me geen andere gelegenheid herinneren. Meestal zeg ik ook nee, hoor, ze me uitnodigen. Nee, maar Nog even, die wil ik ook. Er is een tijd geweest.
En dan werd je, dan noemden ze je naam niet, dan was je een mystery guest. Hallo. Jij kan je toch wel voorstellen, als ze dan vol triomf aankondigen wie er komt. En ze noemen mijn naam in plaats van Katja Schuurman, dat iedereen denkt, godverdomme. Ja, mystery guest, daar zou ik ook denken aan. Even, Ed, in die ja, richting. Ja, ja. Oh, dat is verschrikkelijk. Maar sowieso, in wat voor vorm dan ook, als verrassing opeens komen. Ja, altijd linkersoep hoor. Is altijd gevaarlijk. Ja, hè? En helemaal, en ik weet niet of jij dat soort dingen ook wel hebt gehad, als mensen überhaupt niet weten dat er iets van cabaret of comedy gaat komen. Oh ja. Maar ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld al zegt, ik heb geen bedrijfsdingen of dat soort gedaan, dan is dat natuurlijk al minder. Ja, daar heb ik minder last van gehad. Ja. Ik moest mezelf ook wel beschermen. Maar je zal het misschien wel gehad hebben. Ik kan me voorstellen dat je ook wel op avonden hebt gespeeld. Dat er of previewavonden. Ik weet niet of je die veel hebt gedaan in het verleden. Dat je natuurlijk aan het begin van het seizoen zo'n kort stuk doet voor later in het seizoen de verkoop. Maar ik heb geen idee. Oh, nou bijvoorbeeld. Weet je wat bedoelt? Zoiets als die kunstdag in Amsterdam. Ja, de Uitmarkt bijvoorbeeld. Uitmarkt, ja. Op het podium. Op een podium. Ja. Vroeger moest je dan altijd op de Dam. Ja, toen ging het. Dan denk ik, als je op de Uitmarkt op de Dam speelt, dan ben je ook al wel op een punt in je carrière dat je, daar sta je niet zomaar als je net begonnen bent. Nee, zeker. Dat was ook wel zo. Ik heb het alleen een keer gemaakt op de Dam. En dat was dan wel niet de kunstmarkt geweest zijn. Maar gewoon, ik weet niet bij welke feestelijke gelegenheid. Het regende. En er stond maar een handjevol mensen. Nee, het regende niet. Maar er stonden wel een handjevol mensen. En dan liepen veel ook weer weg, maar dan kwamen we er weer bij. Nou, het was echt niet. Maar ik zat te spelen. Ik hoorde op een gegeven moment, nu kwam er een brandweerauto aan. Ik zweer het je dat ik niet zit te liegen. En die kwam ook. En ik wist, dat weet je, op dat moment weet je, die komt hierheen. En verdomd. Toen stond de poffertjes tent stond in de fik. Moet jij daar. Zulke soort geintjes. Maar daar heb ik misschien wel mijn allergrootste succes als je naar hoeveel het publiek. Ik heb heel weinig 10.000 man gehaald of zo. Maar daar toen had ik op een mooie zomerdag 10.000 man. Oh ja, en toen was er een man die had mijn nummers had hij opgeleukt. Daar had hij popsongs van gemaakt. God, ik ben zijn naam kwijt. Jammer. En bovendien, dan zong ik mijn nummers. Moest ik dansend zingen. Nou ja, dat heb ik nooit gedaan. Dus, maar ik weet niet hoe ik daar doorheen gekomen ben. Ik heb me erin gestort. En met het Chinese meisje, meisje van Chinese afkomst, heb ik daar. Dat nu had ik je maar verlaten voordat je mij verliet. Degene die verlaten wordt, die heeft het meeste lied. Een echt goed lied. En daar had hij ook. Ja, dus echt een moderne muziek op gemaakt. Hey, en ik heb nog steeds het beeld van een dansende Hans Dorrestein in mijn hoofd. Ja, dat snap ik. 10.000 man. En toen het afloopt, begon die hele troep te brullen. En dat is voor Mick Jagger gewoon. Maar voor mij was dat een hele unieke ervaring. Ja. Oh, wat goed. En dat ik er ook levend doorheen gekomen ben. Ja. Dat ik er niet uitgeschoten ben. Dat is helemaal wat. Want ja, misschien dus toch dat het toch zo is dat ik mezelf te veel verwend heb. Want dus als je dus echt groot wil worden, dan moet je ook leren om voor 10.000 man op te treden en er niet uit te schieten. Dan kun je niet permitteren om af te gaan. En misschien heb ik mezelf te veel gepermitteerd. Ik weet het niet. Maar om wel af te gaan, hoe bedoel je dat? Ja, om dan af te haken of het niet te doen of niet zo hoog te gooien, kleine theaters enzovoort. Ja, zo. Ja. Zou kunnen.
Heb jij in de misschien meer in de begintijd ook het circuit van jongerencentra zo gedaan? Ja, natuurlijk. Ja, dat was juist in Noord-Holland. Okay. En dat werd dan geregeld vanuit Felix Meritus of zo. En zo stond ik dus in, in Nieuwe Nieuwdorp of op in hele kleine dorpjes. In voormalige boerenschuren. Daar weet ik nog dat ik in. En daar had ik dus echt groot succes. Want die zaten echt lekker dicht op elkaar. Want de grootste ramp van het moderne theater is dat de stoelen zijn veel te groot. Dus ze moeten dicht tegen elkaar zitten. Ze moeten niet lui zitten. Nee, ook. Rechtop zitten en bek houden. Zoiets moet het zijn. Een van de onhandigste plekken daarin. In Amsterdam heb je Boom Chicago. Een Engelstalig improvisatietheater. En die spelen heel veel voor toeristen. Waar is dat? Het is het oude Rozengrachttheater. Oh. Maar zij zitten daar nu in. Nou, dat zijn geweldige shows. Maar wat ze hebben gedaan, de eerste rij zijn hele comfortabele banken. Oh, als ja. soort VIP-plekken. Maar ik heb daar ook wel gewoon comedy shows gespeeld. En dan zit de eerste rij dus onderuit gezakt. Die zitten zo? In een lage bank. Man, ja, die ben je kwijt. Ja. Die gaan niet meer reageren, die liggen. Precies. En voor je gevoel, dat is natuurlijk ook wat je het meeste ziet. Ja. Dus je denkt. Ja, vooral omdat ze veel plaats innemen. Precies, want ze nemen de plek in waar normaal twee rijen zouden kunnen zitten. En daar zitten dus veel minder mensen. Want op een driezittenbank zit één stelletje. Waar normaal dus vijf stoelen zouden staan. Nou ja, tien, als twee rijen. Hoe bestaat het, zeg? Want dat vind ik nou namelijk zelf het allerergste. Als ze te ver van elkaar vandaan zitten. Ja. Maar we hadden het over, ja. Dus die zaten dicht bij elkaar in zo'n verbouwde boerenschuur. En dan werd er echt gelachen. Dan had ik echt succes. En daar had ik mijn eerste twee fans. Dan trad je dan de ene dag in de buurt van Zandam. En de volgende dag in de buurt van Purmerend. Ja. Enzovoort, enzovoort. En op een gegeven moment kom ik twee jongens. En ik zeg, verrek, heb ik jullie nou een paar dagen geleden ook al niet gezien daar. En nog een keer daar. En toen zei ze, ja, wij reizen achter u aan. Wij komen elke keer kijken als u optreedt, hoor. Oh, goed. En dat bleek, de ene bleek te werken in een doodkistenfabriek. En de andere in een psychiatrische inrichting. Dus precies. Twee fans die beter bij jouw materiaal passen. Dat niemand past daar beter bij je. Ja. Oh, wat goed. Gerrit Zwart en Kees Oterman, ik weet hun namen nog. Want ze zijn ook op een gegeven moment, jaren later toen ik al succes had, bij de geboorte van mijn eerste kind, bij de geboorte van mijn zoon op bezoek geweest. Met een cadeautje. En ja, na de geboorte mag ik aannemen. Ja, ja, ja. Ja, ja, niet bij de geboorte zelf. Nee, nee, nee. Oh ja, bij de geboorte. Nee, oh, nee. Wat goed. Ik moet even, wat moet jij nog wat drinken? Dat was hem, de Elektra podcast met Hans Dorrestein. Vond je het een leuke aflevering? Geef dan een duim omhoog. Laat achter in de comments wat je ervan vond. En als je nog niet hebt geabonneerd, doe dat dan nu nog even snel. Eén klik maak je mij heel blij mee. Wil je me nog blijer maken? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe een kleine donatie of word crewmember. Of kijk even op mijn speellijst waar je mij, Wouter Monde, een keer in het echt kan zien optreden. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!